als ik veel geld zou krijgen, dan zou ik een eigen praktijk opzetten. En dan zou ik daar gelijk mee beginnen. En die praktijk is dan voor hooggevoelige kinderen en hooggevoelige mensen om hun te helpen op hun weg, om daar goed mee om te gaan. Ja, met healing en kunst combinatie.